En dan nu? Hallo kijkers. Wie van het Keizer Trajanusplein de Meester Frankenstraat inrijdt, komt eerst over in al jarenlang onvervalst stukje straatklinkers. Dit is een van de drukste stukjes weg in Nijmegen. Het gaat naadloos over in een hobbelie-bobbelie zebrapad. En dat is te zien ook. Toen het zogenaamd stille Zoab werd uitgevonden, is dat ook op de Meester Frankenstraat terechtgekomen. Het scheelde in het lawaai, dat dan weer wel. Maar dat het Zoab sneller slijt en met name onder de witte strepen van de asfaltverf, hadden we toen nog niet door. Nu wel. En wat zie je dan? Dan worden de gaten die onder de witte strepen ontstaan zijn, gevuld met zwart asfalt. De gaten die elke winter in de weg gereden worden na de eerste de beste nachtvorst, krijgen fraaie vormen. Hier een hartje. De tweede helft van de Meester Frankstraat is vorig jaar wel opnieuw geasfalteerd, samen met het Mariaplein. Maar de eerste helft was toen nog niet kapot genoeg om te vernieuwen. Rondom het Mariaplein is, zoals gezegd, het asfalt op dit moment helemaal heel. Maar vanaf het Mariaplein op de Bergenhalsweg gaat het labwerk vrolijk verder. Op sommige plekken zie je zelfs drie verschillende soorten asfalt bij elkaar gerepareerd liggen. Er valt iets voor te zeggen om de straat nog één keer helemaal te beklinkeren en de auto's langzamer te laten rijden. Dat is net zoveel lawaai en stukken goedkoper op termijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Hier zijn nog enkele fraaie voorbeelden van gerestaureerde fietspadlogo's. De nieuwste aanwinst voor het Fiasco Museum.